Alright, Ninja Track 289. Wat is mijn naam eigenlijk? Nee. Ninja Track 2891. Poeh, mijn eigen naam vergeten. Dat is waar. Hey, een kleine instructievideo hoe een coördinaat, een MGRS coördinaat, in je CDU in te vullen. Nou, is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Dus we gaan gewoon beginnen. Zoals je ziet op de RWR hebben wij een radar installatie met SAMSite hier op Creek Airfield. En je staat daar ergens. Even kijken, dat is niet de airfield. Daar is de airfield. Dus daar staat hij ergens. Je kunt hem vanaf hier zien. Dan weet ik niet of je de muis kan zien. Daar staat hij. Dat is hem. Ik heb hem even zo ingesteld dat hij niet afvuurt. Want dat ding schiet me zo uit de lucht. Dus die laten we lekker even hangen. Kies even een orbitje. Zo. Dan gaan we even de coördinaten invullen. Stel je voor, we hebben van JTAG de coördinaten gegeven, maar de JTAG heeft geen datalink. Nou, dat kan gebeuren, hè. Dat ze radio kapot zijn, ze kunnen niks versturen. Dus zijn we afhankelijk van het zelf invoeren van de coördinaten. Dat doen we als volgt. Dat kunnen wij via de scratchpad hier doen, of via de scratchpad hier. Persoonlijk zou ik zeggen van, gebruik deze. Want dan heb je gewoon alle letters, alles bij de hand. Maar als eerste gaan we op de MFCD naar de CDU. En drukken we hier op vraagteken 6. Als we daarop klikken, dan maken wij dus een waypoint 6 aan in de mission file. Dan klikken we daarop. Ik zet hem naar MDRS. Dus UTM. Je ziet ook gelijk de coördinaten veranderen in een PA. Dan geven wij deze een naam. Hij heet nu nog MSN Mission 6. Dan maken we van TGT voor target. Dat is gewoon om wat makkelijker te vinden welke het is. En dan hebben we de coördinaten. Nou, ik heb ze even opgeschreven uit de mission editor. Papa Alpha 188 51 49 354. En dan klik je op de onderste linkerknop om hem hier neer te zetten. En boom, daar staat hij. Nou, nu is de volgende vraag: hoe in godsnaam kreeg je hem gesleefd aan je TGP? Nou, laten we naar TGP gaan. TGP, air the ground natuurlijk. En die is nou lekker aan het kieken. Wat we eerst doen is de steering points naar mission zetten. Dan maken we de HUD SOE. Nou, dat is die al. Want hier hebben we een asterisk. Dan gaan we naar de waypoint. TGT. Zo hebben we hem genoemd. Nou, hij is 8,8 nautical mile is die weg van ons. Wat we dan doen is TMS up. TMS up long. En dan China head forward long. Nou, de vleugel zit er nog voor, dus we moeten heel even wachten totdat we beeld hebben. Daar hebben we beeld. En zo zie je, het zit er niet helemaal op, maar we zijn goed genoeg in de buurt om een target te acquire. Dus laten we eens even inzoomen. Black hot, white hot, maakt het allemaal even makkelijker. En hier hebben we onze targets. Een SAMSite die gelukkig even niks doet. Een antennewagen en nog een ding die nodig is. Nou, laten we het hoogste thread maar even uitschakelen. Eigenlijk is dat de antennewagen. Zo, TMS forward long. Eens even kijken wat ik mee heb genomen in mijn armament. En oeh, dat wordt mooi. We hebben alleen 87ers. We hebben MK82 Airs.
Die kunnen we erop gooien, maar we doen het lekker makkelijk. Zo, we nemen een haartje. Dus, even kijken, we hebben alles gearmd. In principe kunnen wij de missel afgooien. En, maar misschien een kleine tip. Misschien heb je het gezien in mijn video's. Ik heb hier mijn TGP. En aan de linkerkant op de MFCD heb ik mijn Mavericks. Nou, die heb je de standaard niet zitten. Dus wat doe je? Een knop onderin wat langer inhouden. Dan klik je op Maverick en dan op de knop waar je hem wil hebben. Dus dat is hier. En dan klikken we hierop. En boom, daar is hij. Nou, wat ik dan doe is de Maverick Source of Interest maken. China Head Forward Long. En ja, ik kan eigenlijk wel wachten tot ik in een orbit zit. Hij zegt Gimbal Limits, dus hij is buiten bereik. Wat ik ook even ga doen is de sluw wat langzamer zetten, want 5 is redelijk snel. Dus we zetten een punt. Dan moet ik even kijken, hij staat nog op letten. Hij staat nog op letten. Punt 5. Dan zoom ik hem even in met China Head Forward Short. En daar is die al, hè. Dus TMS up. We zijn nog niet in bereik, dus we moeten er even wat op afvliegen. Kijken of we hem kunnen pakken. Oh, ja. Rifle. Rifle. Boom, dat is 1 en 2. En gelijk is onze RWR wat stiller geworden. En hij verdwijnt. Nou, die tweede radar die gaat ook. Hoppakee, secondary explosion. En dat is voor nu mijn kleine instructievideo. Ik hoop dat het geholpen heeft. Ik hoop dat het gaat helpen. Thanks for watching.